De Kersche Vla, het nieuwe stuk van Abattoir Fermé, is een absurde komedie en verwijst naar de kersentuin van wereldberoemde schrijver Anton Tsjechov. De Kersche Vla is een voorstelling dat gaat over een schrijver, de broer van Anton Tsjechov, Danny Tsjechov, die zich eigenlijk een beetje miskend voelt. Iedereen heeft het dus altijd over Anton Tsjechov. Maar in onze voorstelling heb je dus ook zijn broer Danny Tsjechov, waar we helemaal op focussen. Hij heeft ook een stuk geschreven, niet de Kersche Tuin, maar de Kersche Vla. Danny. Evelina. Dit hier, oh nee, is niet minder, nee, dan een meesterwerk. En laat niemand u iets anders zeggen. Hè? Het speelt zich af op de eerste repetitiedag. Dus de bekende actrice Vera Komissarevskaya doet mee. En een Nederlandse acteur doet mee. En een danseres, een ballerina. Ik denk dat het heel erg gaat ook over een droom hebben die heel graag willen bereiken. Soms gaat het ten koste van heel veel dingen. Soms is die droom veel groter dan je kunnen. Ik denk dat iedereen wel iets heeft wat hij eigenlijk ongelooflijk graag zou willen doen. En hier in de Kersche Vla komt dat zeker aan bod. Danny. Evelina. Oh, Vera. De Kersche Vla. Kunnen we de tekst eindelijk eens lezen? Ja, is het goed. Nee, dat heb ik niet met de methodiek. Sorry. Ja, je kent het denk ik wel, zo die momenten in je leven dat alles samenkomt. En dat het onmogelijk is om de touwtjes in handen te houden. Dat is een beetje de Kersche Vla. Ga daar staan. Ga daar staan. Kijk. Kijk eens. Ik vind het moeilijk om er veel over te zeggen, maar als ik denk aan de voorstelling moet ik eigenlijk al lachen. Dus ik zou zeggen, het is superleuk. Ja, je moet echt komen kijken.